En ik denk als ik op dit moment een schuif hier in de Kermis FM studio openzet, dat ik heel veel geschreeuw hoor. Hallo! Dit valt heel veel tegen. Het valt nog mee, ja. Nee, we gaan nu beginnen. Oh, de toeter. Ja, want Hemmo, jij doet de bucketlist en de laatste opdracht die je moest doen is draai 10 rondjes in een attractie. Waar zit je in, voor de duidelijkheid? Ik zit in de breakdance. En hij begint nu alle kanten op te draaien. Ik ga rondjes om verschillende assen draaien. Ja, je moet ze wel even tellen, hè? Ja, we zitten nog niet op de eerste hele ronde. Nee, ik wil even die hele grote ronde pakken. Die kleine bakjes, dat maakt me niet zoveel uit. Nee, oké, nou daar ben ik nu al in. Het kleine bakje ben ik om as geweest. En dit is de eerste grote ronde hier ergens. Is mijn cameraman, maar er is ook nog best wel wat rook. Je weet niet wat je mist, zoveel mist. Het begint te gaan. Nou, terwijl hij lekker door gaat schreeuwen. De laatste keer dat ik in zo'n ding heb gezeten was ik 5 of 10 of zo. Maar... dat is 2 jaar geleden hoor ik al, dat is mooi. Hemmo, ga nog even lekker rondjes draaien. Oh, ja, Dankjewel, tot zometeen in de studio. All night. All day. All night. All day. All night. All night. What the fuck? What the? When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche. Viva los DJ. I couldn't believe what I was living, so I call my star. Viva la fiesta. Viva la fiesta. Viva la. Viva la. Viva la. Viva la. Viva la. I couldn't believe what I was living, so I call my friend Johnny and I said to him. Mr.